Ik durfde het niet als groot doel neer te zetten, want dat heb ik een paar jaar gedaan en dat lukte niet. Dus ik zei ook gisteren in de meeting, dit is absoluut geen doel voor mij om te winnen, maar het zal wel mooi zijn. Je ging het juist extra benadrukken dat het geen doel was misschien. Ja, precies. Start je daarom vrijer met minder gewicht op je schouders vandaag? Ja en nee, want als het uiteindelijk tot de sprint komt, dan weet je toch dat je aan de bak moet. Maar het was wel fijn om, dat ik wist dat die meiden wilden ook graag de koers hard maken in de heuvelzone. En daar stond ik ook volledig achter. En dan is het alleen maar mooi dat ik zelf ook mee kon. Ja, dan wordt het uiteindelijk een millimeter sprint. Ik heb je net al een aantal keer horen zeggen, ik maakte wat foutjes in de sprint. Noem er eens eentje. Wat zit er nog in je hoofd waarvan je denkt, dat had ik nou echt niet moeten doen? Ja, op een gegeven moment koos ik ervoor om bij Cole in het wiel te gaan zitten in plaats van Lotte. En waardoor ik er uiteindelijk weer door de wind omheen moest en om terug te komen bij Lotte in het wiel. En ik had misschien net even iets meer de deur dicht kunnen houden op rechts toen ik de sprint aanging. Maar als ik iemand voor opkomen, is het een beetje onzin om naar rechts te sturen natuurlijk. Ja. Je gaat goed die klemmetjes over. Ben je anders aan het trainen en leef je niet in op je sprint ook daardoor? Nou ja, anders trainen niet per se. Ik zet de lijn door die ik vorig jaar had gedaan. En door in Zuid-Limburg te wonen, dan scheelt het ook. Je pakt gewoon wat makkelijker die heuvels mee. Vorige week nog een paar blokjes, of in aanloop hier naartoe, een paar blokjes op de Keutenberg gedaan. Dus dan dat voel je ook wel. Ja, maar je hebt niet het idee dat je dan in aan het leveren bent op je sprint? Ik denk dat minimaal is. Daarin vind ik wel, ik weet, zoals Scheldeprijs komt er natuurlijk aan. Dan wordt het voor mij wel belangrijker om echt de sprint heel goed te timen als het geen zware koers is. Ja, je had nu besloten om hier dan geen groot doel van te maken, om dat niet uit te spreken. Wat is dan wel je grote doel dit voorjaar? Voorjaar, ja. Dat Scheldeprijs zou natuurlijk mooi zijn om nog een keer te winnen. Ik hoop ook in Vlaanderen en Roubaix gewoon goed te zijn, het team goed te kunnen ondersteunen, lang mee te zitten in de finale. Amstel Gold Race is nu meer een thuiswedstrijd geworden. Dus daar wil je dan ook automatisch goed zijn en daarna is het even rust. Gefeliciteerd. Dankjewel.